Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gelderland Helpt. Met weer nieuwe hulpvragen uit de hele provincie. Zo zoekt Herman uit Zevenaar hulp bij een wel erg bijzondere radio. En in Wageningen is theater Tegendraads op zoek naar vrijwilligers met een liefde voor boten. Maar we gaan eerst hout snijden in Putten. Ik ga elke week met plezier hier naartoe. We komen op de dinsdag komen we bij elkaar. Van 9 tot 11:30. Het is hartstikke leuk, want wij maken hele mooie dingen. We leren van elkaar. En de een heeft dit en de ander heeft dat. En het is leuk om te babbelen. En ja, het is gezellig met een kopje koffie en dat soort dingen. Dus wij vermaken ons eigenlijk heel wel. Nou, dit is een houtschrijfclub bij Welzijn Putten. En we zijn 55-plussers, tot 80 jaar zelfs. En we bestaan ongeveer zo'n beetje 18 jaar. Wij maken beeldjes, paneeltjes, zoiets, weet je wel. En het vrouwtje van Putten, of de vrouw van Putten, sorry, ik vergis me iets. Maar in ieder geval, en we maken een paardje wat op een ouderwetse klok staat. Dat soort dingen, een eekhoorn, heel veel dieren en mensen, dat soort dingen maken wij. Ja, wij hebben een hulpvraag, want wat is er aan de hand? Degene die ons op een gegeven moment les gaf, die is vertrokken omdat hij 80 jaar was. En het is niet zo dat wij niks kunnen. Wij kunnen best een hele hoop, maar wij kunnen wel iemand gebruiken die ons in tekening leest. Want hier hebben we bijvoorbeeld dat mannetje en dan moet je kunnen kijken hoe diep is dat allemaal? Hoe zit dat allemaal? En dat moet je over kunnen brengen op het hout. En dat is best wel eens lastig. En als je daar een beetje begeleiding in krijgt, gaat dat makkelijker. En als er iemand is die dat doet, ja, dan zou ik zeggen, meld je aan, want wij zoeken jou. Kan jij de heren van de houtsnijclub in Putten tot een hoger niveau brengen en zijn nieuwe houtsnijkennis bijbrengen? Ga naar gelderlandhelpt.nl en laat een bericht achter. En op onze site vind je nog veel meer hulpvragen. Zo is ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de parkeerservice. Is Mirjam uit Arnhem op zoek naar T-topics van de adventskalender van 2020... En zoekt Willemien uit Elburg mensen die willen helpen bij de Sweet 16 party van haar dochter. Ze heeft weinig financiële middelen en is daarom op zoek naar slingers, ballonnen, iemand die een taart kan bakken of nagels kan lakken. Alles om je jarig te voelen is welkom. Als het duister valt en het donker wordt en de maan haar licht schijnt. Welkom bij Theater Tegendraads in Wageningen. Wij zijn nu bijna 4 jaar oud, ooit begonnen in een klein lokaaltje ergens. En onze visie en missie is eigenlijk om theaterproducties te maken met mensen met een beperking. Dat doen we met heel veel passie en plezier. En wij proberen echt de talenten hier te ontwikkelen van de spelers. En gaan ook niet zomaar voor een leuk stukje, maar gaan echt voor mooie producties. We doen dit op maandag, dinsdag en woensdag. Binnenkort ook op donderdag. Onze slogan is: wees jezelf, speel een ander. Ja. Ik denk dat allesomvattend is. Kijk nog een keer om. Ja, hallo! Hallo! Hallo. Ik ben theatermaker en muzikant. En ik hou van deze doelgroep. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat als je hier komt, dat je jezelf kan ontwikkelen en gewoon toffe dingen maken. Kom op jongens, we gaan naar de boten. We hebben hier bootjes staan en die gaan we hier in de toekomst ook weer met andere mensen weer opknappen, zodat het bootje weer een heel mooi bootje wordt. We hebben niet één bootje, maar verschillende bootjes staan. En die gaan overeind gewoon opgeknapt worden. Dus ik bedoel, met beleid aan liefde en geduld. Dit is dus de loods waar het gaat gebeuren. En het komt omdat ik altijd zelf met mijn gezin in de zomervakantie. En altijd langs van die oude verrotte bootjes vaar. En ja, daar wil ik dan wat mee. En vorig jaar, coronatijd, toen zaten we met het probleem dat iedereen thuis zat. En toen mocht er nog maar één jongen komen bij ons. En toen heb ik mijn eigen bootje in de loods van in het theater neergelegd. En toen zijn we dat bootje gaan opknappen. En dat werkte zo enorm goed dat ik dacht van ik ga een kleinschalig bootproject beginnen. Waarin we boten zoals deze weer helemaal mooi gaan maken. En ze ook echt gaan verkopen.
En de jongens gaan leren wat er allemaal bij komt kijken. Dus schuren, schilderen, proefvaarten maken. Mijn broer is schipper in hart en nieren. Hij is eerst begonnen als matroos in de binnenvaart. Ik ben al één keer een heel weekend met ze meegevaren. Ja, ik vind op water zitten heerlijk. Wij zoeken ook nog vrijwilligers. Wij zijn nog wel op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het opruimen. Mensen die ons kunnen helpen met adviezen over boten. Want ja, ik weet natuurlijk ook niet alles. Dus als je geschikt bent en we vormen een klik, dan is dat ook voor die mensen een hele fijne plek. En zouden we het heel erg tof vinden als mensen ons vrijwillig zouden willen komen helpen met dit project. Hey, wij gaan hier weer aan het werk. Tot ziens, dag! Word jij de nieuwe vrijwilliger van Theater Tegen Draats? Ga naar gelderlandhelpt.nl en word met enthousiasme ontvangen. Hey! Eind oktober deed Marktcafé Lochem een oproep voor nieuwe enthousiaste muzikanten die vrijwillig willen spelen op de woensdagochtend. Teun Boslo reageerde en hij heeft inmiddels al een paar keer gespeeld op zijn contrabas. Plakboeken vol Audrey Hepburn-foto's, knipsels en bioscoopkaartjes. Wie wilde ze hebben, was de vraag in Gelderland Helpt vorige week. Nou, Margreet, aan jou zijn ze besteed, want jij reageerde. Ja, ik reageerde, ja. Ik had niet verwacht dat ik ze zou krijgen, maar ze zijn van mij. Ja. Ja, zeker. Volgens mij is dit heel erg aan jou besteed. Ga ervan ik hoop genieten. Het. Ik ga er goed voor zorgen. Ja. En komt helemaal goed. En laat het weten als er nog echt hele curieuze zaken in voorkomen. Ja, ga ik helemaal doen. Ja? Ja, nou, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Er zit een plekje op met een draadje en dan moet je net zo lang zoeken met dat draadje tot je het sterkste geluid hebt, wat uit die kristal komt. En het lastige was vroeger, had je houten vloeren en dan liep iemand hard en dan was dat draadje eraf gesprongen. Dan had je geen muziek meer, dan deed hij het niet meer. Dit is een kristalontvanger, die heb ik gekocht op een rommelmarkt in Frankrijk. En ik heb vroeger zelf kristalontvangers gebouwd, lang geleden. En dat vond ik zo mooi, ik denk die wil ik hebben. En daarom heb ik hem gekocht. Dat is meer nostalgie. Toen ik een jaar of 14 was, kochten mijn ouders een radio. Maar mijn vader die was alleen geïnteresseerd in nieuwsberichten. En ik wilde ook wel de muziek horen. Ik denk, weet je wat, ik kan misschien wel zelf een radio bouwen. En toen het klaar was, kwam de grote dag, doet hij het? En die moest een antenne hebben van 20 meter lang. En die moest vrij hoog zijn. Maar ik denk, weet je wat, er is een weiland naast ons met een afrastering en prikkeldraad. En dan gebruik ik die afrastering, die draad, als antenne. En ja hoor, ik had muziek. Dat was geweldig. Met de verhuizing is helaas de honingraadspoel, zo heet het, een pen afgebroken. En dat is, ik zoek nog zo'n spoel met twee pennen. Nou is het een manke radio, maar ik wil hem origineel hebben. Bij deze doe ik een oproep. Wie heeft zo'n honingraadspoel? Die zou mij dan heel groot plezier mee doen. Kan jij Herman helpen zijn kristalontvanger weer aan de praat te krijgen? Ga naar gelderlandhelpt.nl en laat een bericht achter. En op onze site vind je meer informatie over alle andere oproepen, zoals de oproep van de Houtsnijclub in Putten en de vraag naar vrijwilligers bij Theater Tegendraads. Bedankt voor het kijken.